ik ga vandaag naar de manege en ik neem jullie mee. Dus het is terug school, het is terug normaal, mijn schema is terug gewoon. En ik ben niet meer op de manege geweest sinds de zomer. Dit is Filemans en hij is boos omdat hij niet mag eten. Hij heeft echt super mooie maantjes. Ik weet niet naar jullie tijd kunnen zien, maar echt super mooi. Heel braaf. Dit is Flormans. Ook heel lief. Hij is van Maya. En dit is Fleur. Die al precies pipi heeft gedaan. Waarom doe je altijd pipi, Fleur? Die deed ik niet naar de maantjes lekker. Oh, hij heeft echt... Floor weet het wel haar. Ja. Bye bye, zomer. Ik wil deze nog niet wegleggen. Moet je? Jij krijgt hem, Floor. Oké, hoe vasthouden? Dit is voor de allereerste keer dat Abby filmt. Hallo, Floor. En hij gaat filmen hoe ik... Wortstel, denk ik, maar misschien. Oh, kijk hoe schattig kleurtje. Klaar om te vertrekken. Oké, we zijn nu onderweg naar de manege. Het is best nog wel lekker weer, maar het is niet echt super warm. Ik hou van herfst. Ik weet niet waarom, maar dat zo herfst en winter laat me direct denken aan warme chocomelk, en marshmallow, en sneeuwpop, dus vanaf Kerstmis! De dierenarts is hier en we gaan kijken dat Fleur haken heeft. Een paar tandjes.
Oké, Fleur heeft dus geen haakjes op haar tanden, maar haar tanden zijn wel scherp. Dus, Ami, hou je hoofd. Want Ami is mijn houdertje. Hou je hoofd op. En ja, daarvoor gaat ze moeten bijgeveil, want ze heeft vrij scherpe tandjes. Maar ze gaat bij moeten veilen voor haar tandjes terug recht te maken, want haar bit is ook niet super goed meer. Maar ze is ook weer niet van een van de jongste paardjes. En ponies bedoel ik. Oké, nu ben ik onderweg naar de manege en ik wil jullie uitleggen, want ik weet niet dat jullie het echt perfect hebben kunnen zien hoe ze dat hebben gedaan. En dus eerst hebben ze de tong gepakt. Eerst wouden ze gewoon zonder doek de tong vasthouden, maar dat schuift direct. Dus ze hebben een doek moeten pakken en de tong opzij te houden. Dan keek hij gewoon in de mond, zo. Ah, de tong vasthouden, zo. Wel mijn doek. Fleur heeft dus heel scherpe tanden, maar geen haken op haar tanden. Dus daarmee ben ik wel blij. Omdat ze ons aan één kant verzet geeft bij het rijden, gaan we, is het toch beter dat we ze gaan bijveilen. Daarvoor heeft ze een lichte verdoving nodig. Maar ze gaat dus niet helemaal op de grond liggen. Ze gaat gewoon recht staan, maar rustig, gewoon zo rustig zijn. Want dat maakt heel veel lawaai en ook ze gaan in haar mond zitten en ja, het is nooit echt leuk dat ze in die mond zitten. Denk maar aan de tandarts, die boort, dus dat maakt best wel veel lawaai. Als je ooit een gaatje uitgaat en ze moesten daar de volging een klemtje bijveilen, dat maakt heel veel lawaai. Wij weten dat we heel even moeten volhouden, maar leg dat maar uit aan een paard. Dus daarom heeft ze gewoon een lichte verdoving nodig. Ik ga nog heel even met mijn vriendinnen chillen op de manege. En Nicky manege. Oké, ik ga dus heel even zitten bij de manege en chillen en een klemtje helpen daar. En ja, ik zie jullie straks misschien nog. Maar voor nu, doei! Ik ben dus net van mijn manege terug en er stond een koerier voor onze deur. Het is ingepakt en ik weet totaal niet van wie het is, dus laat het gewoon openen. Het is ingepakt als een cadeautje, dus het is echt al super leuk. Het is een Barbie doll playset. Keuken playset. Met klei. Het is met klei. Klei, slijm. Maakt helemaal niet uit. Ik vind het allemaal geweldig. De unboxing ga ik straks filmen. Maar dit was het voor deze video. Doei!